Goedemiddag, mijn naam is Jozef A. Vandaag krijg ik een afleiding van punt A, geheten F van A. Die F van A geeft aan de onmiddellijke stijging of daling. De definitie conscient wordt gebruikt voor de onmiddellijke stijging of daling. De afleiding wordt gebruikt voor de onmiddellijke stijging en daling. Hier functie geven x kwadraat, de parabool, ja, en daar gaan we die paar punten berekenen. Wat is de afgeleide van punt A? Wel, dat is genoteerd F van A, dat is de limiet van H naar 0, van F van A plus H, min F van A door H. Wat betekent in feite? In de coëfficiënt neem je een interval, bijvoorbeeld van 1 tot 2. Nu gaat het interval steeds kleiner en kleiner maken tot je 1 punt overhoudt. Dat betekent, loops van H gaan naar 0, dat betekent dat je het interval steeds kleiner maken. Je vindt daar de definitie van de coëfficiënt nu met H kleiner dan 0. Bijvoorbeeld F van 1, in dat punt hier, ja, zie je dat je functie stijgt. Dat betekent dat je afgeleide zal positief zijn. We gaan nu je waarde berekenen. F van 1 gaan we vermoedelijk gebruiken de limiet. Voor h gaat er naar 0, die vermoedelijk je van buiten kennen, van f van 1 plus h, min f van 1 deeltje h. Waarom 1? Omdat de a hier 1 is. Die vermoedelijk gewoon a vervangen door 1, dus 1 plus h, min f van 1 deeltje h, die moet h gaan naar 0. Nu functie was x kwadraat, die had ik geschreven, dus we gaan f vervangen door x kwadraat. Dan krijg je de limiet, voor h gaat er naar 0, f van 1 plus h wordt dan 1 plus h kwadraat, f van 1 wordt 1 kwadraat, en h blijft gewoon h. 1 plus h kwadraat is een merkwaardig product. Ja? A plus b kwadraat, dus je krijgt een limiet h gaat naar 0 van 1 kwadraat plus 2 maal h plus h kwadraat min 1 gedeeld door h. Ja. Nu in deze formule altijd uw eerste en laatste term vallen weg. Dus die 1 en 1 vallen weg. Ook laten we zien dat de eerste term en de laatste term altijd wegvallen. Dus die is type van afgeleide, dus die 1 valt hier weg. Ja? Dat betekent, je houdt over, als je 1 wegdeelt, ja, dat je overhoudt de limiet voor h naar 0 van 2h plus h kwadraat gedeeld door h. De limiet voor h naar 0 van 2 plus h kwadraat gedeeld door h. Nu, je kunt daar de h buiten brengen, dan houd je over de limiet voor h gedeeld door h van 2 plus h gedeeld door 0. H eruit kunnen wegdelen, houd je 2 plus h over. Ja, en als h dan 0 wordt, ja, hou je gewoon 2 over. Want 2 plus h, plus, als h 0 is, 2 plus 0 is 0. Dus die limietwaarde, die afgeleide waarde hier, f van 1, is 2. Dat betekent dus, ja, dat die functie in punt 1 stijgt met een waarde 2. Wat die waarde betekent, gaan we later in detail zien. Hier is gewoon een uitleg. En onthoud reeds, als de waarde positief is, zal de functie stijgen. Hoe groter het getal, hoe sneller die stijgt of daalt. Dus bijvoorbeeld die f van min 2, in punt min 2 zul je zien, dat je functie daalt, en dat zal veel sneller dalen dan in punt 1. Dus je waarde, absolute waarde, zal groter zijn dan in het eerste geval. Dat gaan we nu berekenen. F van min 2, opnieuw, limiet h gaat naar 0. Nu a is min 2, dus min 2 plus h, plus f van min 2, gedeeld door h. Dus altijd, hier hangen we a door min 2. Opnieuw krijg je daar een merkwaardig product. Ja? We gebruiken x kwadraat eerst, dus limiet h gaat naar 0 van min 2 plus h kwadraat, dus 4 min 4h plus h kwadraat, min 4, f van min 2 is 4, ja, h. Dan merk ik opnieuw, ja, dat die 4 en die min 4 wegvallen. De eerste term en de laatste term vallen altijd weg, dat is zo bij afgeleiden. Dan hou je over de limiet voor h gaan naar 0, ja, van 4h min h kwadraat. Ja, op deze manier kun je de h buiten brengen, hou je min 4 over. Dus die ogenblikkelijke verandering hier is min 4, betekent dalend. En 4 is groter dan 2, die zal sterker dalen dan stijgen in punt 1. Maar de waarde 4 groter is dan 2. Maar het daalt wel en daar stijgt ze. Laatste voorbeeld, even van 0. In punt 0 merk je, is er geen stijgen, geen dalen. Dat betekent dat je afgeleide zal 0 zijn. Dus we gaan even 0 berekenen met dezelfde formule. Dus even van 0 is dan de limiet. Voor h gaan we naar 0. Van f van 0 plus h, min f van 0, gedeeld door h. F van 0 plus h is gewoon f van h, want 0 plus h is h, dus liever niet h van f van h, min f van 0, gedeeld door h. F van h is h kwadraat, en f van 0 is 0, dan krijg je dus h kwadraat, min 0 wordt gewoon h kwadraat, gedeeld door h. Kun je h wegdelen, dan hou je limiet over, voor h gaat naar 0 van h. Als h 0 is, is h 0, de waarde is dus 0. Daar de limietwaarde is 0. De limietwaarde is 0, de afgeleide is de waarde 0. Waarom? Er is geen stijgen of dalen. Want dus hier had je de waarde 2, dat betekent stijgend. Hier heb je de waarde min 4 dalend. Als de waarde groter dan 2,
Dus dan daalt sterker dan daar stijgen. En als je geen stijging had bij een top, heb je de waarde 0. Dat zijn dus de afgeleidingen punt, omdat de functie limiet van h naar 0 van f van a plus h min f van a uit h is f van a. Positief betekent stijgen, negatief betekent dalen en 0 betekent een top hebben of een extreem. Meer informatie in andere video's. Dank wel voor de aandacht en de volgende keer.